beste kiekers. Welkom bij de 26e aflevering van Sassendom TV. Vandaag gaat wie op bezoek bij de receptie van prinses Dens. Daarvoor reizen we helemaal af naar het zo mooie Assendorp. Ja? Ja. Nou, dat ben je dan, hè? Ja, Wierit, je zult daar wel bij Hans zitten, want Hans heeft een koffiekloor, dus... Ik zit er gewoon tussen. Jongens, wij zijn op tijd, kwart over tien, staat een koffiekloor. Maar Hans heeft niet in de gaten dat de camera het al doet. Ga je even met? Zoals ik al zo vaak zeg, natuurlijk ga ik met. De volle overgave als teamoverleg en bestuurd worden. Van onze hygiëne? Ja. Ja. Oh, meer batsen. Hij hoeft er niet uit. Ja, ik denk het wel. Je hoeft me niet te bellen. Goedemorgen. Ik weet niet hoe ver afkomen. Wij zijn van op bezoek bij. Oh, fijn. Wij zijn vast begonnen. Ben je vast begonnen? Ja. Nou, komt erin. Koffie, kan er zet. Zie maar zo klaar in. Ja, nou, niet zo klaar. Om een knopje te drukken. Wat geeft die ook van een bakkie? Lekker hels. Alles erop en eraan. Alles erop en eraan. Nou. Ja, ik moet de jassen nou dichten. Anders kreeg ik ruzie met Elma, hè. Vriendje moet nog hier worden, hè. Ja, vriendje. Dan zullen we het niet meer over de jessen van Gerda. Doen we niet meer. Nee. Maar hij wil zien. Ik heb maar dat van de voeten, hè? Foi. Blitse treteling, hoor. Dat dacht ik, hè? Poh. Mooi spulletjes. Helemaal alleen gekocht, zonder een aten. Ja, maar wie komt er ook nou wel achter woe? Ja, maar dat, in de loop van de dag weten die, we. Die willen wij ook. In de loop van de dag. Maar het zal nou links en rechts dezelfde maat, hè? Oh, denk het wel. Maar wie moet wel een eenheid hebben, hè? Ja, zelfde jessies, zelfde speakerbroeken dan. Ik heb een maat 42. Misschien dat dit kan, maar met wie hem kijken. En anders dan chanteert bij die Timmerman, want die heeft nog steeds dat jasje van Gert. Van Gert. Maar daar heb ik niet meer over. Nee. We gaan nu naar de Groeneweg 131. 181, hè? 131, 181. Maar dat maakt niet betalen. Want ze hebben een bord in de tuin gezet, dus je kunt het al niet vinden. En er zit ook nog een Dixie. Een Dixie? Dixie stiet er ook Is dat af. Speciaal voor u? Nee, ja, voor mij. Nee, je waren dat toch wel zo zeker? De een mist dat, de ander niet. Goedemorgen. Goedemorgen Sassendonk, zeggen we toch nu, hè? Kan die opnieuw? Jazeker. Take 3. Take 47. Goedemorgen Sassendonk. Zal ik hem ook al zetten, nou? Ja, ik hoor, ja, geen groot lamp. Ja, ik begin dat te filmen dat ik nog niet zo ver heb binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo. Oh, valt me niet tegen. Feestje. En kijk eens wie we daar hebben. Goedemorgen Sassendonk. Dat is toevallig. Ja, dat is heel toevallig. Wat leuk. Ja. U ook. Ja. Hier. Ja. Onder begeleiding. Ja. Wat gaat Wigert hiervan zeggen? Het is Wigert. Morgen. Nieuwe skavelen. Hij heeft nieuwe tredelings. Jongen, jongen, ja. jongen. Hij heeft geïnvesteerd hoor. Heb ik niet betaald? Ik denk, die kunnen we pak niet meer in. Jawel, zo af en toe dan heb ik het pak nog wel aan. Als er wel wat te zoeken valt. Ja, gewoon bijvoorbeeld. Ja. Alles goed met jullie? Ja. Hallo, ja, met u. Hallo. Goedemorgen. Pakje. Foi zeg. Wat een gezelligheid hier. Wat een gezelligheid is er ook. Ja. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Wij zijn er niet, hoor. Nee, ja. Wij vallen niet op. Helemaal. Wij proberen we. Helemaal niet. Hier vallen ze nog meer op, hè? Ja. Maar we kwamen voor de stadsprins, weten we nog? Dat is waar. Maar we willen toch ook even een opmerking maken, ook naar Hoogheid Dens. Ja. Dat ze even kijken naar je linker en je rechtervoet. Oh. Hij heeft nieuwe schoenen. Een nieuwe schoen. Ah. Hey, mooi. Ja, ah, dat mag ik hem vermelden. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is onze opwoning?
ja, ik ben een Zwollenaar, een echte Zwollenaar. Ik doe niet graag zo raar, in Zwolle openbaar. Onder de peperbus is leven al en dus. Bekijk mijn vingers maar. Goedemorgen. Nee, dat geluid schiet op. Microfoon de andere kant op. Goedemorgen. Microfoon aan de hand. Ja. Geef die microfoon maar aan Hans. Lijkt me heel verstandig. Wiegel, goedemorgen. We zijn hier bij Prins Dens. Prinses Dens. En we hebben een aantal mensen hebben we hier staan. Maar wat ons een beetje opviel, er staat hier een hele lange meneer met een goldkleurige wortel. En dan wil museum weten van hoe hij nou aan zo'n goldkleurige wortel komt. Ik denk dat hij er ook wel meer van weet, Wieger, maar wie wil toch even van die meneer zelf horen? Allereerst hem natuurlijk wie het is, hè? Ik ben Wil. In 2012 prins van de Kniebelters. En dan krijgen ze wortel, hè? Als je prins bent, krijg je een wortel. Van de, precies. Als je prins bent geweest van de Kniebelters of je bent de stadsprins geweest, dat zijn de mensen die deze collectors item krijgen. Ze zijn niet op Marktplaats, en ik niet ben, op braderieën. Maar dan ben ik bijvoorbeeld 2 keer prins geweest. Krijg ik dan ook een wortel? Ja, het zal wel een echte wezen, maar een golden wortel. Ik ja. Ja, ik heb nog een gouden spuitbus thuis. Oh, ja. Oké. Okay. Dat kun je maar krijgen. Maar wat is nu je taak bij de Kniebelters? Geen. Ik ben hier nu namens mijn vriendengroep. Balatri Zwolle. Zwolle. Ja. En ik neem aan dat Zwolle Zwolle is. Zoiets, ja. Ja. Ik ben vanuit de middeleeuwen komt dat, zeg maar, Zwolle. Oké. Okay. Maar, en Balatri betekent maloot, hè, in het Italiaans. Dus eigenlijk zijn we Zwolse maloot. Op zijn Italiaans. Maar niks, geen rol meer bij de Kniebelters. Nee, maar altijd leuk om even aan te haken op een dag als vandaag. Dan ga ik even naar mijn vriendje Batsen, want Zwolse maloten, dat spreekt hem altijd erg aan. Nou, daar heb je wel een beetje ervaring mee, hè? Ik van dat ken ik. Ja, nee. 2005 een nummer over opgenomen natuurlijk. Maar dat gebruiken jullie ook als lijflied nou? Of? Nou, we zingen wel, maar we hebben geen lijflied. Wij vinden bijna alle liederen leuk. Aha. Maar als ik jullie groepje zo bekijk, dan lopen er wel aardig wat vorsten in rond van diverse verenigingen. Dat klopt. Wij regelmatig. We zijn ooit begonnen met een groep van, ik denk, met alle kinderen erbij, een stuk of 20. Nou, de kinderen die haken er af of doen het op hun eigen manier. En van de volwassenen zijn inderdaad, nou, bijna iedereen is al wel eens een keer prins of adjudant geweest. Dus we worden regelmatig bij verenigingen ingeleend, zeg maar, voor een jaartje. Nou, dat is toch wel een bijzonder gegeven. Ja, maar jullie binding is allemaal Westerholte? Moet ik even nadenken. Ja, ik geloof, ja. Nog steeds. Ja. Ja. Nou, ik denk dat we wel weer een boel weten, zo of niet? Nou ja, ik had er eigenlijk gehoopt, want je won speciaal die meneer met die golden wortel. Ik denk van, nou, dat wordt een scoop op de een of de ander, maar ik ben niet zo scooperig van wel. Het is nog vroeg, hè? Ja, het is nog vroeg. Gerrit heeft me je bedden belt. Ja, zo hoort het ook. Anders ben je weer te laat geweest. Ik ben nooit te laat. Ik ben iets minder op tijd. Wieger, wie brengt er een wortelpunt dan? Wie weet weer helemaal waarom of die golden wortels er bent? En wie zien er vandaag vast nog wat meer? Ik denk dat hij het zelf ook in heeft. Wie gewoon een golden wortel? Kunnen we een keer naar Betsy vragen? Ja, dat gaan we doen. Nou, Wieger, wie zoekt nog wel een slachtoffer? Zonder golden wortel, kijk wat hij weer te vertellen heeft. Hoi! Fijne dag, ik kan zien. Wat? Wat goed is. Ik kreeg net een vraag, opmerking. Daar wil ik even verder over doorbeduren. Daar schrok ik van. Zie je paar bleke bekkies. Ja, daar schrok ik van. Er werd mij of ons een vraag gesteld van waar is dit? En van waar komt dit? Met andere woorden van, ik weet niet wie jullie bent. Nou, dan heb je het verkeerd begrepen. Hij blijkt er nog een beetje wortel in de hoorn.
Mijn vraag was wanneer ik het en waar ik het kan zien. Want Sassendonk TV, dat ken ik natuurlijk wel. Ja, ik hoor het net anders. Gelukkig, drie man heeft anders gehoord. Maar dan loopt nu de waarheid maar in de witten. Ja. Maar inderdaad, op 3 uur heb ik het bloed. Sassendonk TV. Ja, I know. Dan heb je de laatste filmpjes ook niet gezien. Ik heb de laatste filmpjes vast niet gezien. Nee. Nou, er stond er weer heel wat op. Ik geloof dat je al bij nummer 18 bent zo langzamerhand. Nou, dan 25, kijk. Heb ik een stukje gemist? Nee, ik heb van vanmorgen het laatste stukje over mee gezien. Dus dat komt wel goed. Maar dus Sassendonk TV. Kijken. Ja, doe ik. Graag. Ja, het heeft me weer... Ja, heerlijk hè? Helemaal goed. Op mijn receptie heeft hij mij onderworpen aan een testje. En wat vraag je dan? Dat is duidelijk. Wat is er hier? Komt precies. Wat vraag je dan? Ja hoor! Ze zijn aan de tolletroep gewoon, ga je zegt niet op zelf. Maar dan moet ik jou of nee zeggen. Ja. Nou graag. Ja. Kom maar ja. Maar wilt u ons voorgaan? Moet u ons voorgaan? Ja! Yeah. Yeah. Ja, dat is niet meer overgeslagen. Wiegel, we zijn hier bij Prinses Dance thuis. Ja, Hans, dat heb je al een keer verteld. Lekker snurren. Ik wil eens even weten hoe of dat nou precies allemaal zit met die beste man. We zullen hem er eens even bij halen. Goedendag. Goedendag. Meusjeroen, ik heb gehoord dat je komt hier helemaal niet vandaan. Als je vraagt, oh ja, hij komt hier niet vandaan, dat klopt, ja. Maar hoe kom je zo terecht dan? 19 jaar geleden om precies te zijn, was er Kojan Bruggeman, wel bekend denk ik. Ja. Van nu van de Oelewappers, geloof ik. Die was. Sleuvenskoevers. Ik weet het. Sleuvenskoevers, ik weet het niet eens. Die was toen bij de Knieënbeltjes. En die had ons een keer uitgenodigd om carnaval te vieren in Zwolle. Ja, wij zijn een keer meegegaan met het voetbalelftal uit Amstelveen. En toen kwamen we in het Anker terecht. Gigantische leuke avond gehad. Echt enorm genoten. En eigenlijk zijn wij blijven plakken. En is het eigenlijk na jaar. Altijd alleen met carnaval. Dus al dit voortraject, dat is heel erg nieuw. En ik kijk elke keer, als ik er weer ben, want ik ben er niet altijd. Want ja, ik heb ook een leven in het Westen helaas. Tenminste helaas, een leven in het Westen. En ik moet toch wel elke keer even een uur en een kwartier even rijden. En dat, het verbaast me hoe dit leeft. Maar nou denk ik bij mezelf, 19 jaar kom je al in Zwolle. Ja. En dan een inburgingscursus die jij nog niet had. ik versta je. Dit vind ik al maar, heel hard. Ja, je moet de vragen nog wel eens herhalen. hè? Ik heb zijn een paar Zwollenaren die ik dan ook privé ken, zeg maar. En dat is zeg maar, die woont tegen overbuurman van president Oost.
maar die kan ik niet verstaan. Het gaat me veel te snel en, zoals ik het zeg, te plat. Die versta ik niet. Hij heeft het over Dirk Zwakenberg. Nou ja, die ken je dus ook ja, wel. Die kennen we ook wel. Ja. Maar goed, ik zal, daarom ben ik ook een beetje een bed in innerlicht van praat niet zo snel, want anders dan hoort de telemolen niet. Ik kan het goed verstaan. Maar hoe komen ze er zo bij dan om een adjudant ver achter de horlogespolder te vragen? Dat kun je best aan de dame zelf in kwestie vragen. Heb je vragen aan zelf? Ja, we kennen elkaar dus al aardig wat jaartjes in de loop der jaren ook behoorlijk goed bevriend geraakt. Uiteraard, als ik raakte met haar eerst in bevriend. Papa en mama kwamen erbij, om zo maar te zeggen. Leuke tijd, ook buiten het carnaval zien we elkaar zo nu en dan. Bellen, we spreken elkaar ook regelmatig. Een paar keer per week af en toe. Verjaardagen komen zelfs bij elkaar over de vloer. Ook bij mijn kinderen. Dus het is een leuke band opgebouwd in de loop der jaren. En ik kreeg op een avond een vraag. Zit je of sta je? Ik sta in de keuken. Nou, ik ga maar even zitten. Ik zeg, dacht maar zo. Yes, ze is zwanger. Nee. Het was iets anders. Wil jij mijn president worden van tijdens carnaval? En je wist helemaal niet wat dat was. Wat houdt dat in, inderdaad? Wat houdt het in? Nou ja, jij bent mijn linker rechterhand, hoe je het ook wil noemen. Tijdens carnaval en de recepties die daarvoor komen allemaal. Weet wel wat je zegt, dat neemt veel tijd in beslag. Ik zeg, nou ja, ik moet hier even over nadenken. Dus ik ben even naar mijn wederhelft over gehad met elkaar. Ja, en ze zegt, joh, dat moet je doen. Je bent goed bevriend, waarom niet? Helemaal omdat ook Theo, president Oost, het ook deed. Ja, ze hebben een prima duo, of trio eigenlijk, met elkaar. En dat... Ja, het is duo-trio, want een uur en een kwartier, dat merk je toch wel. Ik ben niet bij elk feestje aanwezig, nee. En ik krijg dan ook af en toe een beetje op een leuke, grappige manier van... Oh, ben je er weer een keer? Ja, klopt, ik ben er weer. Ja. Klaar. Maar je kent je natuurlijk heel goed op de hoogte laten stellen en houden van Sassendonk TV, hè? Wij zenden alles uit. Ik weet, dus je kunt alles... Ik volg alles. Het is geen excuus om te zeggen... Nee. Ik weet het zeker niet. Maar dat weet ik ook niet. Ik weet heel veel. Het is toch wel dat ze in het Westen wel weten wat Sassendonk TV is. En die wil u het Westen holden, wist ze dat geen niet. Nee. Is dat zo? Nee, we hadden met Willem voor de camera en die versprak zich. Die wist niet wie we waren. Dat wist ik dus wel. Nou, kijk. Zo hoorde het ook. Ja, maar dat is ik ben een beetje ingeburgerd geraakt in de loop der tijd. Nou, een klein beetje dan. Een heel klein beetje, inderdaad. Nog een klein beetje in Zwolle lullen en dan is het helemaal mooi. Dat gaat niet. Wie stuurt het giet niet aan, wie wilt niet. Die stuurde vanmiddag op cursus bij Wiegert. Ja. Wiegert. Oh, Wiegert, ik heb ook maar. Ja, ja. Nou, ik ben blij dat je in ieder geval vanuit het Westen hier naartoe bent gekomen om, prinses Dance te ondersteunen. Jawel. En ik hoop dat, dat je nog een heel mooi seizoen hebt hier in Zwolle. Morgenmiddag weer. Ben je morgenmiddag ook? Dan ga ik weer richting huis. Dan ga je weer richting? Ja. Ja, gaat hij niet mee naar de externe? Nee. Volgende week is hij weer bij. Volgende week. Vrijdag ben ik weer vanuit werk. Meteen door. Nou, dan zien we je volgende week vrijdag weer. Zeker. Hartstikke fijn. En we zullen wie gaat vooral of die wat aan kan doen. Bedankt in ieder geval. Dankjewel, Vita. Ja, ze zijn er toch? Ze zijn er alleen? Nee, we hebben altijd een museum besloten. Oh, dat is mooi. Hans is een beetje lastig vandaag. Land er mooi zitten. Ja. Opstandig. Is het opstandig? Ja, poeh. Geen land met de bezeil. Nou. Waar heb je bloesie? Wat hè? Uw bloesie. Ja, ik heb ook. Maar ik moet zo weer weg. Ja, maakt toch niks uit, nou stoor je dus weer zo. Ja, maar je filmt nog niet, dus wat... Ze kan ook een tip geven, als dat rode lampje brandt... Wat voor rode lampje? Dit? Ik zie geen lampje. Ja, klunt dus. Als dat blauwe lampje brandt dus, dan dut het. Ja, volgens mij is het groen. Als er een lampje brandt, dan dut het niet. Ja, ja, maar iemand is niet. Nee, maar ik heb een berichtje gestuurd. Nu ben ik dat Ik heb niet zo'n ding. Dan zit hij mee te mopperen. Maar dat is ook terecht. Hij mag wel eens een keer een waarheid zeggen. Hij moet hij weer een vent, ja? Hij moet hij weer een vent? Godverdomme. Ik ben dan aan een zuur aan al die anderen als je er niet bent. Ja, dat is gewoon ook. Hij kent Simon. Eerlijk wel. Ja, Simon. Ja, die moet je daar stond je nou de hele dag op te wachten. Ja, op onze Merkel. En dan zit Merkel in de speelschoenen. Ik heb wel. En maar speelt die jongen.
Daar ga ik. Doe de groeten aan mijn moeder, mijn vader. En aan Gert Elhorst. Ah, die is onderweg. Dus ja, allemaal onderweg. Hierbij wil ik een bak geven aan onze prinses Dijs. Kom maar, ik ga geen rekening meer gehad. Kniebeltes, gastverenigingen, hoogheden, presidenten, adjudanten, alaaf. Jeetje, om even voor zoveel mensen te spreken. Dat heb ik nog niet gedaan. Ook al geef ik les, maar dan is het niet zo heel veel tegen zoveel mensen gelijk. Ik wil jullie daarbij allemaal hartelijk bedanken dat jullie bij deze receptie, vooral in het Virginiaplein, aanwezig zijn. We hebben gelukkig het weer mee, dus dat is al een heel goed ding natuurlijk. Ik wil hier bij deze, ik hou het kort, ik wil hier bij deze ontzettend veel plezier wensen deze middag. En ik zou zeggen, de eerste blauwe handjes die worden straks uitgereikt. En dan gaan we er weer nog een mooi feestje, een mooi paar uurtjes gaan maken. Dus bij deze, ik nog een half, we gaan een feest vieren. Ah! Heel goed carnaval. Ja. Op een geweldig carnaval. Wel beste mensen, dit was het dan voor deze keer. Hoi!